Mijn naam is Ilse Huizinga. Ik ben jazzzangeres en vocal coach. En mijn naam is Petra van Vliet en ik ben powershoot fotograaf. En wij organiseren samen een workshop stem en fotografie. Laat je zien en horen in... Op dit moment zijn we in Amsterdam. Maar het kan ook Parijs. Of Berlijn. Of Rome. Of Praag. Ach, hou op. Wat gaan we doen? Ik ga jou een vocal workout geven, zodat je leert je stem heel goed te gebruiken. Of je stem gebruiken of te verbeteren. Zodat je nog sterker overkomt. En ik ga je leren hoe je ontspannen en als je zelf voor een camera kunt staan. Dat is niet heel gebruikelijk voor de gemiddelde mensen om dat te kunnen. En aan de hand daarvan gaan we kijken, ja, hoe kijk je eigenlijk naar jezelf? Ja, hoe kijk jij naar jezelf? Nou, tja, eigenlijk wel best wel heel erg positief, maar dat is niet altijd zo geweest. Nee? En hoe zit dat bij jou? Nou, 's morgens in de spiegel schrik ik, maar aan het einde van de dag is het weer bijgetrokken. Zullen we een oefeningetje voor gaan doen? Dan hebben mensen een klein beetje een beeld waar het heen gaat. Ja, goed idee. Nou, ik heb een hele leuke oefening voor jou. En die oefening is als volgt. Je mag je voorstellen dat je iets heel lekkers, of je denkt aan iets heel lekkers, wat je 's morgens eet of 's middags. Zeg je dan. Heel goed, heel goed. En dan voel je het een beetje tintelen bij je lippen, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Oké, dan doen we het ietsje langer. Ja, heel goed. Nou, dit zijn hele simpele oefeningetjes om je stem een beetje op te warmen. En als je dit dagelijks doet, dan zeggen ze zo leuk in het Engels, your voice will love you. Dus ik doe dit elke dag als ik eet, want ik eet altijd met geluid. Dus dat is mooi. Dus heel erg goed voor mijn stem. Ja, heel goed zelfs. Nou, ja, wat heerlijk. Dus ik geniet en het is nog goed voor me ook. Ja, wauw. Fijn hè? Dat is heel fijn. Ja. Ja. Nou, dan ga ik bij jou ook even een oefeningetje doen natuurlijk. Ik pak mijn camera even erbij. Heel goed. Want als ik die camera op jou richt, of op jou daar thuis richt, wat gebeurt er dan bij je? Nou, dan ga ik poseren. Ja. Ja. Ja, jij bent natuurlijk ook gewend om te gaan poseren voor jouw werk. Ja, ja, precies. Ja. Want Ilse hier naast me, die is natuurlijk heel erg vaak op de foto gegaan als zangeres zijnde. Maar wat gebeurt er bij jou? Heb je de neiging om weg te rennen? Of ga je gekke bekken trekken? Of gaat het hier heel erg... krijg je spanning in je kaken, weet je wel? Ja, ken jij die dingen ja, wel? Ja, oh, die ken ik heel erg goed. Ja, die ken ik heel goed. Maar jij hebt er waarschijnlijk een middeltje voor bedacht om altijd... Een goede. Ja, ik heb een soort idee van strike the pose. Ja, precies. Maar dat heeft wel jaren gekost. En ik denk dat het ontzettend nuttig is voor een heleboel mensen om, om bewust te worden wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt in hun hoofd. En dat jij daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Wat me zo leuk lijkt als we daar gaan oefenen, want wij doen zelf natuurlijk mee met elkaar. We geven niet alleen de workshop, maar ik wil jouw oefeningen ook. En jij wil die van mij, denk ik. Het lijkt me heerlijk om bij jou bijvoorbeeld te bereiken dat je voor de camera kunt staan zonder te gaan poseren. Ja. Gewoon helemaal 100% zoals je zelf bent. Ja, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we voor, hè, volgens mij. Ja. Nou ja, duizenden oefeningen komen er nog bij natuurlijk. Dit was maar een heel klein voorproefje van dat wat we allemaal gaan doen. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Ik ook. Heel erg veel zin. Dus ik zou zeggen, schrijf je in en ga mee. En aan het einde van dit filmpje zie je de websites en dergelijke waar je terecht kunt. Ja. En ik hoop je te zien in Parijs, Rome, Londen. Die hadden we nog niet genoemd. Oh Londen ja, die kan ook. Leuk. New York. Ja. Oké, tot gauw. Tot gauw. And Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on the Lancy Street, you know. The subway charms us so. And balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mud Street in July. Sweet push cuts gently glide.